Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een video. Dit is de serie waarin jij leert een bucket plugin maken. Vandaag gaan we het hebben over hoe je mensen kunt kicken en kunt bannen. Dus slash kick, de naam. Zodat je kunt mensen kicken en bannen van de server. Het is heel simpel, lekker simpel commentje. Ik zal jullie precies gaan leren hoe het moet en dan gaan testen. Oké, ik heb alvast een projectje aangemaakt. Een package met de klas erin. En die extent Java implements list. En dat implements list, en dat hoeft trouwens niet. Ik heb de public void enable en dat is het gewoon lekker basic dingetjes die ik erin heb gezet. Weet je niet hoe je dit moet doen en kijk voor het eerst? Zou ik even aanbevelen om de eerste tot en met derde video te gaan bekijken. We hoeven niks in het public void on enable te doen. Dus wat we gaan meteen beginnen met een comment te maken. Is gewoon een lekker en simpel commentje. Oké, ik heb een public comment gemaakt. Nu gaan we de comment zelf maken, dus public. Dan moeten we deze CMD maken. If comment dot get name dot equals in a case slash kick, dus als mensen slash kick typen, dan gaat er wat gebeuren. Dat noemen wij if args dot length is equals to 1. Dus wat dit betekent is zeg maar de arg dot length betekent, want wij hebben hier args, dus dat is een string, dus hetgene wat zij typen, dus na de comment of de comment zelf. Dat is precies. Ik bedoel, dat is het. Stel dat lengte, mee bedoel je dat de lengte van die comment. Of de lengte van wat je hebt getypt. Dus als er één woord achter het kick slash kick typen. Dan voert hij de comment uit. Je kan ook dit doen. Dus if arg.length is hoger dan 1, dus alles, dus als het minimaal, als je maar in minimaal 2 strings hebt getypt, dan gaat die comment uitvoeren. Ik kan ook lager doen, dus gewoon deze, dit tekentje lager. Of je kan dit doen, van dat als het niet gelijk is aan 1. En je kan is doen, is gelijk aan. Dit kan je niet, want er geeft een error, dus dan kun je vanzelf kijken wat er aan de hand is. We gaan dat straks de code invoeren doen eerst if arg.length equals to 0. Dus als zij slash kick typen, dat kan niet, want ze moeten een player kicken, niet zelf. Dat kun je doen, maar bij deze tutorial laat ik jullie dat niet zien. Oké, we doen sender dat send message. En door lekker chat color dat red plus please specify een player. Oké, dan return true. Die return cruise die zorgt ervoor dat de code niet verder gaat, dus je kan dus hetzelfde als break, alleen gebruik je dan return true. Dus stel, je typt slash kick alleen. Dan zegt hij alleen dit. En dan zonder dit ding, dus stel je altijd zo. Dan gaat hij gewoon verder met de code. En dat willen we niet. We willen gewoon dat hij stopt met de code. Oké, maar goed. Nu gaan we if args.length equals to 1. Dan doen wij dus slash kick. Dan typen zij slash kick. Bijvoorbeeld users 1 en 2. Dat typen ze dan. Dit is de args 1. Dit is 2. Wacht, dus kijk, slash kick. En ban user 2. Stel, ze typen dit, dan is dit 1. Dit is 2. Dit is 3. En dat is 4. Dus doe je. Dus stel je wilt dit hebben, slash kick en ban user 2. Doe je args.length equals to 4. Want het zijn dan 4 argumenten die je typt. Oké, maar we houden het lekker bij 1, want we willen alleen slash kick de player. We willen nu de target gaan pakken, dus de player wie je kickt.
kunnen even toch gaan doen. Doen met player target is equals to bucket dot get server dot get player args 0. Oké, wat het hiermee doet, oh, een importje player nog even. Wat dit doet is, je zegt echt server player, en je dit kun je noemen hoe je wilt. En bucket dot get server dot get player, dus hij pakt de server, dus de server opzet. En dan gaat, en dan scrollt hij tussen alle online players. En dan pakt hij de player die hij heeft getypt, dus args 0. Dat is achter de kick. Dus hij pakt de player, dus args 0 betekent van als je slash kick user in 2 diet, pakt hij het eerste argument waar je een playernaam invoert. Je kan ook doen een 2 kick, want dan geeft hij een hele grote error. Maar ik bedoel, dan pakt hij het eerste argument van waar je een playernaam hebt ingevoerd. Dus hier pakt de playernaam. Precies, want hij loopt dus alle servers. Wat we dan doen is target dat. Oh, target dat. Target dat. Kick player. Chat color dat red. Plus you have been kicked by. Dus en nu gaan we de naam van de player of van de naam van de console slash player die de comment heeft van wie de comment heeft getypt, pakken we de naam aan. Dus als het staat you've been kicked by, dan kun je zien wie het bij het is. Oké, die naam van hun kunnen we gewoon lekker even geel maken. Dus maken die geel en dit is rood. En het rood you've been kicked by beschilt de naam van de comment sender. En of course doen wij return true. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Want we willen, als je slash kick typt, dan zegt hij dit. Maar stel je typt slash kick. Dus je typt slash kick users 1, 2 en dan kickt hij degene die erachter kickt. Dus als hij online is. Maar stel hij is online en kick bijvoorbeeld slash kick sheep. Dan geeft hij een error. Maar dat willen we voorkomen. Dus wat wij gaan doen, doen we if target is equals to 0. Dus als hij niet bestaat, dus als hij niet online is, dan doen we p.dat, oh sorry, sender dot send message chat color dot red. Wat we doen is args 0, dus dat is wat ik had verteld met die playernaam. Is not online right now. Oké. Plus, en dit geeft ook nog een lekker kleurtje om het mooi te laten lijken. Ja, als het goed is, zijn wij nu zo goed als klaar. We hoeven niks in de onenable te doen. Er moet alleen een extension Java plugin hebben en bucket in dat Java projectje hebben. We gaan nu, want we hebben nu kick, maar we willen ook dat mensen kunnen geband worden. Want alleen als je mensen kickt, dan komen ze gewoon weer terug. En dat willen we voorkomen. Dus wat we gaan doen, is we kopiëren deze code gewoon. Want het is precies hetzelfde wat we gaan doen. Alleen van kick maken we ban. En alleen hoeven we niet. We moeten nog één ding bij te doen. Doen we target dat set. Dat set banned true. Ik kan ook vals neerzetten, maar dat is voor unban. Maar we willen gewoon lekker bannen, dus dat zetten we to true. Dat betekent dat wij dat hij geband is als we de comment typen. Even kijken, you've been banned by sender, dat is get name. Oké, dus de sender, dus wie de comment heeft gestuurd. Wat we ook nog kunnen doen is sender dat send message chat color dat red plus you have banned. Nou plus
chat color dot. Oh, chat color dot. Oh, excuse. Chat color dot yellow plus target dot get name. Pakken we de naam van de target. Oké. Alleen wat we nu nog moeten doen is in je plugin.yml voeren we in comment kick description kicks een player en / ban description bans een player. Oké. We saven nu. We exporteren hem. Zorg ervoor dat alles en zo aangevinkt staat. We doen een / reload. Kijken of de plugin erin zit en de plugin zit erin. Oké, we doen nu / kick. Dan zegt hij: please specify een player. En / ban, please specify een player. Oké. Nu gaan we doen dat / kick. Sheep. Een error, internal error. Hij zegt sheep is not online right now. Dus betekent wat wij fout hebben gedaan is. Dit moet trouwens yellow zijn. Want anders kun je het niet zien. Kijk, we zijn vergeten return true. Want zoals ik al zei, hij gaat gewoon door met code als je niet returnt. Dus wat dan gaan we hier ook doen. Return true. Want dan stopt hij met de code van. Stel hij is niet online. Stopt hij gewoon met de code. Dan gaat hij niet verder. Oké. Zet hem in de server / reload. En we doen / kick. Sheep. Zegt hij sheep is not online right now. En dan stopt hij met de code. Want dan kan hij hem niet gaan kijken omdat hij nog niet online is. We doen / kick. Kick Yushus 1 en 2. En dan zegt hij you've been kicked bij Yushus 1 en 2. Dat hebben we ook in de code gedaan. Hier target kick player. You've been kicked by sender.getName. Dus de naam van wie de comment heeft gestuurd. Oké. Dat was het voor de kick. Ik zal niks meer uitleggen over de kick. Ik ga nu de ban doen. En dus als we doen / ban. Sheep. Sheep is not online right now. Doen / ban. Yushus 1 en 2. En er staat er you have been banned by Yushus 1 en 2. Dus de naam van wie de comment heeft gestuurd. Oké, eigenlijk wou ik zeggen, dit was het dan. Van nu weet je hoe je mensen moet kicken en hoe je moet bannen. / unban voor de mensen die het wil weten. / unban werkt precies hetzelfde. Gewoon dit te kopiëren en set ban het. Vals en je moet die kick of die player moet je niet gaan kicken. En ja, oké. Bedankt voor het kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe plugin tutorial.